Danny, gefeliciteerd met de titel. Het kan verkeren in een jaar. Vorig jaar speelden we in Hengelo een beslissingswedstrijd. Redelijk dramatisch verlopen en een jaar later? Een kampioen, hè? En de terechte kampioen. We hebben onszelf wel een bepaalde druk opgelegd door vorig jaar in de beslissingswedstrijd, wie we toen helaas verloren hebben in PAX, bij PAX. Hebben we ons de doelstelling genomen om kampioen te worden, om zo snel mogelijk de schade weer goed te maken. En het is ons gelukt. Kampioenswedstrijden zijn niet altijd even goed. Wat vond je van de wedstrijd vandaag? Ik vond op zich, wij zeggen ze zijn niet altijd even goed, maar we hebben denk ik zeer zeker voor de 1-0 heel goed gespeeld. De bal goed rondgespeeld, de juiste moment gewacht. Kampioenen! We wisten dat DVC een ploeg had die op de counter zou voetballen, dus heel gevaarlijk. We hebben ook een van de weinige wedstrijden die we verloren hebben, was bij DVC. Dus daar hebben jongens goed op gereageerd. En we hebben de juiste momenten afgewacht en ook op het juiste moment gescoord. Want hoe waren de kopjes van morgen? Was er nog sprake van een beetje spanning? Je had tenslotte aan een punt genoeg. Ja, er was een gezonde spanning, zoals dat zo mooi heet. De kopjes stonden goed. Iedereen was scherp en iedereen heeft ook, denk ik, daar super naartoe geleefd en een goede inhoud aangegeven. Dus vandaag vooral even feest vieren, maar toch even met een schuinblik naar volgend jaar. Terug in de derde klasse. Daar horen we minimaal thuis, denk ik. Hoe gaan we er dat jaar in? We hebben ook op dat moment, vorig jaar hebben we dat al gezegd, soms moet je één stapje terug doen om vervolgens één of twee of meerdere stappen vooruit te kunnen zetten. Dat is onze doelstelling. Dus we willen verder groeien als team. We willen, het voetballen is al soms naar behoren. Willen we verder uitbouwen. En zodat we als sportclub Zilwolde ons verder ontwikkelen en ook de aansluiting naar één, dat dit een echt opleidingselftal is om in de toekomst waarborg te staan voor ook uit eigen jeugd en uit eigen geleerderen een goed resultaat kunnen boeken. Maar voor vandaag eerst maar even genieten van deze dag. Ja, super genieten.